Hier in de Kas in Woerden hebben we net een webinar gedaan voor de MBO-raad over de exameneisen. En dan net, hoe ging het webinar? Het was ontzettend leuk. Het ging heel goed. We hadden mooie sprekers en Vincent die praat alles aan elkaar. Dat gaat supergoed. Oké, en kon ik me nog een beetje inwerken in die hele complexe samenleving van jullie, van al die verschillende opleidingen? Nou, je hebt goed je best gedaan dat je dacht dat je, dat je wist waar we het over hadden. Dus het ging goed. Oké, en hier hebben we dan de grote expert van het onderwijsgebied van heel veel vernieuwing in die hele mobiliteitssector, zeg maar. Wat was het doel van dit webinar? Het doel van dit webinar was om in korte tijd, voorafgaand aan komende augustus, mensen in het onderwijs in te lichten over de inhoud en de komst van dit nieuwe kwalificatiedossier. Ja, en jij werkt zelf bij zo'n college, zeg maar, het Nova College en zo. Hoe vond je het webinar gaan? Ik vond het webinar, ik vond het sowieso leuk om te doen. Ik vond het goed gaan. Volgens mij komen we ook in deze coronatijd dingen tegen die we nog nooit gedaan hebben. Volgens mij is het een hele effectieve manier om in 1 uur... half onderwijs, MBO Nederland, iets met autotechniek en brommers en motorfietsen en landbouwvoertuigen, om die te informeren. En jij praat het goed aan elkaar, maar ik denk ook wat heel mooi was, is dat er een team van mensen zat die de vraag interpreteerden en hier en daar antwoord gaven of vragen aan jou doorspeelden, zodat ze gelijk boven tafel kwamen. Ja, en we hadden echt gewoon een lekker ontspannen gesprek hè. En we waren een bak met leraren. Echt een goed percentage van iedereen die we wilden bereiken. Ja, want hoeveel mensen hebben we nu gehad in de... 140 man. Ja. 140 man waren we. 140 man. En dat is inderdaad echt gewoon van... dat is een flink percentage. En daarna dan kan iedereen er nog naar kijken. Van 160. Wat denk je dat de acceptatie was van het flexibele dossier wat mensen moeten leren in de MBO voor op gebied van elektrisch rijden, waterstof? Ik zou dat in 3 uur willen splitsen. Ik denk dat de acceptatie over de inhoud, die is er gewoon wel. Waar mensen zich zorgen over maken is de examinering en een stukje van de korte termijn tussen vaststelling van het dossier in januari en in augustus al starten voor. Jullie zijn sneller dan eigenlijk iedereen denkt. Hè? Je denkt bij zo A, onderwijs en B, landbouwvoertuigen, trucks, bedrijfswagens, tweewielers, personenauto. Je denkt dat gaat niet zo snel, maar september, januari vaststellen, september nieuw starten. Onderwijs. We zijn aanpakken. Hè? Ja. Carla, jij vertegenwoordigt de landbouwsector. Dat is echt een gigantische sector met duizenden voertuigen. Hoe enthousiast denk je dat ze zijn naar aanleiding van dit webinar en die flexibele dossiers die nu gepresenteerd zijn? Nee, die flexibele dossiers geven meer ruimte om echt in te spelen op de ontwikkelingen die binnen de mobiele werktuigen echt razendsnel gaan. Dan hebben we het niet alleen over de landbouwvoertuigen, maar ook over de bouwinfravoertuigen. Ja. En ja, de elektrificering staat natuurlijk ook volop bezig. En in dit dossier is gewoon veel meer ruimte. En we zorgen er natuurlijk ook voor dat de onderhoud en de eeuwenoude machines, zou ik bijna zeggen. Want er zijn heel veel oldtimers. Ja, en die gaat ongelooflijk lang mee. Hè? Dat is inderdaad dus waar. Ook die techniek moet behouden blijven. Ja, hoe vond je dit webinar gaan? Ja, het liep lekker gesmeerd. Dat is leuk om achter de chat te zitten, wat vragen te kunnen beantwoorden. Ja, het gaat dan in zo'n snel tempo dat je niet alles op kan pakken. Maar gelukkig nam jij er een heleboel al die door veel mensen gesteld werden over, zodat dat in 1 keer beantwoord kan worden. Ja, wat vond je van de sfeer eigenlijk van het webinar en hoe zag je dat ook gereflecteerd worden in de chat? Ja, heel gemoedelijk. En in het begin was het wel wat moeilijk voor mensen, want ja, dan komt er een nieuw dossier aan, vraagt weer extra werk en we zijn al zo druk. Sowieso al met de onderbezetting van te weinig docenten. Dus docenten zijn altijd welkom, vooral ook hybride docenten, om aan te sluiten. Ja, dan zie je dat er toch wel wat moet gebeuren. Maar feitelijk verandert het beroep niet, want het kwalificatiedossier sluit aan op het beroep. Dus we geven al lang dit onderwijs. Het moet alleen ook in de dossiervorm gegeven worden, zodat het past. En hier zien we de Kas in Woerden, kaswoerden.nl. En dit was de studio. En ik moet zeggen, dit was echt gewoon een super plek om het te organiseren. Moet je kijken wat een heerlijk uitzicht je hebt. En overal zaten schermen, meerdere camera's, een ploeg die het alles deed. En dit is een perfecte plek om een webinar te organiseren. De Kas is een heel gebouw, een vergadercentrum, een opleidingscentrum. Maar ja, er gebeurt natuurlijk geen hond, komt hier meer nog naar het kantoor toe. Dus het is eigenlijk vooral nu een studio. Een 4 verdiepingen gebouw. En ze zijn vooral webinars aan het organiseren. En het was echt gewoon een fantastische organisatie. Mooie spullen en een perfecte plek.
Ja, en wil je zelf ook zo'n webinar hebben? Nou, dan stuur me even een mailtje, vincent@everts.net. Of kijk even op vincent@everts.nl. Je kunt gewoon zo'n webinar prachtig organiseren met heel veel interactie. Mensen op locatie, mensen van buiten. En ja, we hadden een geweldig, hier hadden we dit webinar, hadden we een perfecte hoeveelheid mensen. Van de 160 mensen kwamen er 140 opdragen. Nou, ik denk dat het nog wel vertienvoudigt. En iedereen moet informeren, inspireren, zelfs besluiten nemen. Dus ja, webinars moet je professioneel organiseren met een goede organisatie. En ook goed nadenken over hoe je dat nou eigenlijk opzet. Dat is, en webinars mogen ook echt best lang duren. Ik heb webinars gehad die 3 uur duurden, waar iedereen gewoon op het puntje van zijn stoel zat, doordat je heel veel interactie doet, in groepjes verdelen. Dus wat dat betreft, ja, er is een hele hoop te leren. Dat gedwongen wordt door COVID, gaan we nu nieuwe dingen doen met de organisatie van evenementen. En online is werkelijk ook gewoon een enorme aanvulling. Heel veel interactie met de zaal. Prima, mensen komen gewoon heel veel opdagen. Kijk, komen gewoon gemiddeld 2 tot 3 keer live opdagen. En daarna heb je gewoon 10 keer meer kijkers. Dus gewoon allemaal genieten van het feit dat we deze crisis hebben en daar iets positiefs mee doen.